Goedemiddag, leuk dat u weer kijkt. Dit is Lansingland Actueel met deze keer... Kabouters gezocht. De midzomeravondloop in Bleiswijk. En 60 jaar getrouwd. Een camper- en caravanstalling in Bleiswijk brandde in mei volledig uit, waarbij deeltjes van de zonnepanelen die op het dak lagen in de wijde omgeving neerkwamen. Of de zonnepanelen ook de oorzaak van de brand zijn, is niet meer te achterhalen. Toen de brand eenmaal uit was, is een onderzoeksteam van ons, dat team brandonderzoek heet dat, samen met de politie, forensische opsporing, doen een onderzoek om te kijken, kunnen we nou nog een oorzaak achterhalen en wat kunnen we er eventueel van leren. En helaas, de brand was zo intens dat dat dus helaas niet meer gelukt is en we hebben echt niet concreet een oorzaak kunnen achterhalen. Door de enorme hitte zijn de zonnepanelen eigenlijk gesprongen. En dan zag je ook aan de pluimstijgingen, zoals wij dat noemen, er was bijna geen wind, dat echt door die enorme hitte alle deeltjes van de zonnepanelen omhoog gestuwd worden. En die gaan, op een gegeven moment koelt dat ook weer af, die rook zeg maar. En dat, door de wind gaat dat dan een stukje verder. En dan komt het, omdat het afkoelt, komt het weer naar beneden. Nou, in dit geval was het zelfs, wat ik begrepen heb, 3 kilometer verderop, lagen inderdaad de deeltjes van de zonnepanelen. Zonnepanelen noemt Willem-Jan Muizon, de programmamanager Veilige Energietransitie van Brandweer Nederland, een extra risico. De maatregelen die we nodig hebben om incidenten te bestrijden en branduitbreiding te voorkomen zitten nog niet in regelgeving. Wat je nu ziet in de energietransitie is dat door de enorme snelheid waarmee het allemaal gaat, de veiligheid een beetje op de achtergrond raakt. Het CDA Lansingerland wil juist af van zonneweiden in de groenblauwe strook en pleit juist voor meer zonnepanelen op daken. Maar geeft wel aan bezorgd te zijn over de recente brand met zonnepanelen en de gevolgen daarvan. Ik vind ook dat de veiligheidsregio en de brandweer ook heel erg betrokken moeten zijn met het plaatsen van dergelijke zonnepanelen op daken. Dus nee, absoluut gaan wij voor de veiligheid van mens en dier. En zijn wij daar ook heel erg van geschrokken. Dus we zien daar ook wel een mooie taak voor. En je ziet het niet alleen in Lansingerland, maar in Etten-Leur had je het ook onlangs. En je ziet het overal dat dit ook gebeurt. De gemeente laat in een schriftelijke reactie onder meer weten: grootschalige zonopwek is essentieel om de hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen. Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor zon op dak. Zo'n 40% van het geschikte dakoppervlak in de regio Groot-Rotterdam moet namelijk benut gaan worden. Conform het landelijke, regionale en gemeentelijke beleid zijn er dus zeker plannen om meer platte industriële daken van grootschalige zon te voorzien en er lopen verschillende projecten die dit stimuleren. Wel geeft de gemeente aan, we zijn bezig een aantal potentiële locaties te onderzoeken en als daar meer over bekend is, bekijken we in hoeverre deze bijdragen aan de hernieuwbare energiedoelstellingen en wat dan de verhouding is met zon op grote daken. Uiteraard worden dan ook de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van brandveiligheid van zonnepanelen in oogschouw genomen. Heeft u nog een tuinkabouter over? Dan moet u even heel goed opletten. We hebben hier een kabouterdorp in Bleiswijk. En langs het wandelpad vind je allerlei kabouters en huisjes. Onze kinderen zijn altijd erg fan van kabouterpaden, dus daarom lopen wij die veel en mijn ouders ook. Toen hebben mijn ouders het idee opgevat om een kabouterpad te maken hier. Dus zij hebben lekker de hele winter geknutseld aan allerlei kabouters en huisjes, waslijnen, mooie paddenstoelen. En dat hebben we van het voorjaar neer mogen zetten. Kinderen zijn enthousiast, maar ook eigenlijk alle wandelaars die langskomen worden er heel erg blij en vrolijk van. Soms loop je wel eens bij onze parkeerterrein en hoor je stemmetjes vanuit het bos, rennende kinderen. En ja, dat is gewoon onwijs leuk. We hadden een redelijk aantal kabouters, zelfs nog wat reservekabouters. Maar helaas zijn in de afgelopen weken toch wel hier en daar wat kabouters gesneuveld. Dus hebben we een oproep gedaan. Heb je nog een leuke mooie tuinkabouter thuis staan? Of een leuk klein vogelhuisje? Kom hem bij ons brengen en dan geven we het een mooi plekje in ons dorp. Ja, de voetbalkabouter, dat is de eerste kabouter die we van iemand cadeau hebben gehad. En helaas is hij al een paar keer zijn benen gebroken, maar we kunnen hem tot nu toe iedere keer nog mooi weer plakken en terugzetten.
Deze plek is het meest kwetsbaar gebleken, dus helaas staat hier nu even geen kabouter. Maar misschien kan die van jou dit plekje wel opvullen. Ze kunnen de kabouters brengen bij restaurant Merenbos. En dan geven wij ze een mooi plekje. Dan maken we ze bijvoorbeeld ook vast, zodat het allemaal vast staat en niet zo snel meegenomen kan worden. En we hopen gewoon dat het weer minder wordt en dat er vooral gewoon heel veel blije gezichtjes zijn. Een ondergaande zon en een heel klein briesje. Dat is ideaal loopweer. Woensdag 21 juni stond de midzomeravondloop van wandel- en atletiekvereniging De Kievit uit Blijswijk weer op het programma. Een hele mooie avond. Dit is de 50ste jubileum van De Kievieten, onze hardloopvereniging. En die hebben meer dan 500 deelnemers om hier de 5 kilometer of de 10 Engelse mijl, dat is 1,6 kilometer, te gaan lopen. De opbrengst van deze loop gaat naar twee goede doelen. Eén gaat naar een hospice in Bergshoek. En de tweede is voor de Erasmus Foundation. En in het bijzonder voor onderzoek naar mijn vorm, bijzondere vorm van kanker die ik heb. De Kievieten zeggen eigenlijk heel veel voor mij. Het is een vereniging waar ik meer dan 15 jaar lid van ben geweest. Waar ik vele functies heb uitgeoefend. En dan is het toch ook weer heel fijn dat op een gegeven moment de vereniging die een jubileum wedstrijd organiseert, dat ze mij benaderd hebben als zijn een van de twee goede doelen. Zo'n vereniging als deze, 50 jaar, dat is belangrijk voor de gemeente. Ja, dat is belangrijk. Kijk, al onze sportverenigingen zijn ontzettend belangrijk. Omdat we vandaag de dag natuurlijk een gezonde geest, gezond lichaam is heel belangrijk. Veel Langzaalanders zijn ook heel fanatiek aan sporten. Dat we hier een fantastische sportvoorziening hebben in alle drie de kernen is heel mooi. Maar je hebt vooral ook vrijwilligers nodig. En daar hebben we vereniging natuurlijk hard voor nodig. En het is ongelooflijk hoeveel mensen zich elke keer weer inspannen om dit soort activiteiten mogelijk te maken. We hebben een speciale starter aangetrokken, de heer de burgemeester van Langzaalland, Pieter van der Stad. En die gaat ook nog meelopen ook. Dus nou ja, de beelden kunnen niet mooier worden vandaag. Het was echt de moeite waard. Met 250 man op die 5 kilometer lopen is fantastisch. En je loopt in een groep, het is gezellig. Dus ja, echt de moeite waard. 50 jaar, gaan we er nog 50 jaar bij je optellen? En nou, voor mezelf niet, maar voor de club wel denk ik. Want het leed is nooit tevoren. En we zijn helemaal klaar voor met materiaal, spullen en mensen. Dus wat mij betreft lekker doorgaan. Hardlopen doet onze burgemeester dus in zijn vrije tijd. Maar bij de taak van burgemeester horen ook officiële momenten. Zo was voor het echtpaar Havenaar Huisman zondag 18 juni een bijzondere dag. En dus kwam de burgemeester op de koffie. Zo. Goeiedag. Hallo. 60 jaar getrouwd vandaag. Zeker weten. Dat is een mooie mijlpaal. Ja, gisteren, hè? Ja, klopt. Dat heb ik inderdaad ook. Gefeliciteerd. Ieder echtpaar is natuurlijk bijzonder. Maar in dit geval het verhaal van de echte Blijswijkers, hoe ze elkaar gevonden hebben, de tuin opgegroeid zijn, de zonen die nog steeds de tuin hebben, de Amarillissen. Dat zijn de verhalen waar je het over hebt. Wij hebben heus wel eens woorden. Dat kan niet anders als je zo lang getrouwd bent. Maar als je het maar weer goed maakt. Het is heel bewonderenswaardig natuurlijk. Je zegt altijd, je trouwt voor liefde, geluk, maar ook voor tegenspoed. En hier is natuurlijk, mevrouw is echt heel lang heel ziek. Ze zei dat ze zo'n 30 keer in het ziekenhuis is opgenomen geweest voor operatie en dergelijke. En meneer heeft altijd voor haar gezorgd. Ja, dat is natuurlijk wat je echt verwacht en hoopt in een partner te vinden. Ik vind het ongelooflijk hoeveel liefde daar uitspreekt. Zij heeft meestal een goed humeur en is goed aan de praat. Maar hoeveel pijn ze in de afgelopen 40 jaar heeft gehad, dat ziet men niet. Hoe lang dat het laatste hoofdstuk zal worden, dat weten we niet. Maar we hopen en vertrouwen op een happy end, waar het licht het wint van de duisternis. Mooi, hè?
Je kan zomaar wat krijgen en dat heb ik wel ondervonden. Dat kan een hersenbloeding en een beroerte, die zie je niet aankomen. En dan wordt het leven toch anders. Daarvoor zei ik al, we dachten oud te worden in Kranenburg, samen. Maar voor mij is dit, ik vind het ook goed. Echte liefde en trouw, ja, heel bijzonder. Dit was Lansingerland Actueel voor deze week. Ga voor meer reportages naar onze website rtvlansingerland.nl of kijk op de socials. Bedankt voor het kijken en ik wens u nog een fijne dag. Heeft u zelf een leuke nieuwsvideo of een tip voor onze redactie? Mail dan naar nieuws@rtvlansingerland.nl of ga naar onze website en klik op onze WhatsApp-tiplijn.